Stel PSV laatste werd in de groepsfase van de Champions League, werd de A1 eerste tegen dezelfde tegenstanders. En dus overwinteren zij wel Europees en is Benfica de komende tegenstander in de achtste finale van de European Youth League. Ik ben blij dat het er is en ik ben blij dat ik nog een keer mee mag doen, nog een jaar. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in. Ja. Ik bedoel, het is één wedstrijd, erop of eronder. We hebben geen terugwedstrijd meer of zo. Dus het is morgen moet het gebeuren. Op de afsluitende training werd er nog even op strafschoppen geoefend. Want de A-junioren versie van PSV Benfica moet beslist worden. Ja, klopt. Na 90 minuten, geen verlenging, meteen penalties. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet... daar zijn we wel mee bezig hoor. In de zin van dat we de scenario's al klaar hebben. We hopen, zonder arrogant te zijn, voor de 90 minuten al door te kunnen. PSV Benfica klinkt goed. Een mooi affiche met een verwijzing naar het grootste succes uit de geschiedenis van PSV. Al waren de spelers van nu toen nog lang niet geboren. En dat is te merken. Ja, en dan de PSV Benfica. Besef je de magische klank van dat affiche? Ik denk dat jij mij die even uit moet gaan leggen. Denk eens heel goed na. Bij welke club speel je? Bij PSV. Wat is het grootste succes uit de geschiedenis van PSV? Oh ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat... Nu het zegt... Ja, maar toen was jij nog lang niet geboren, hè? Dat duurde nog een jaar of 10. Dat heb ik niet meegemaakt, nee, maar nu het zegt... Het is een mooi affiche tegen een tegenstander die uitdagend is. En ook een mooie historie heeft, zeg maar, voetballend. Net als wij.